Ik open de vergadering van de Tweede Kamer, Staten-Generaal van woensdag 8 april 2020. De Tweede Kamer werkt door, juist nu, want onze democratie gaat door. Om hun informatiepositie te versterken, spreken Kamerleden met deskundigen. Wat daar gemeld is, dat zijn ook vermoedens, is ongeveer... Zodat zij tijdens het debat kritische vragen kunnen stellen aan het kabinet. Op die manier geeft de Kamer invulling aan haar controlerende taak. Er wordt hard gewerkt zodat het parlementaire proces door kan gaan. Natuurlijk wordt er veilig gedebatteerd. Bijvoorbeeld door minimaal 1,5 meter afstand te houden. Ook wordt het spreekgestoelte na iedere spreker schoongemaakt. Openheid en transparantie horen onlosmakelijk bij onze parlementaire democratie. Daarom zijn alle vergaderingen van de Tweede Kamer voor iedereen te volgen. Als de coronacrisis achter de rug is... Live volgen kan via de app Debat Direct. Kijk voor meer informatie op tweedekamer.nl.